In Utrecht, Rotterdam en Amsterdam zoekt accountmanager Jabber Asghadouan van Vodafone Business uit hoe werkgevers en werknemers omgaan met security. Oftewel, veilig werken, thuis en op kantoor. Welke stappen worden er al genomen? Wij gaan de straat op om het te checken. Let's go! Heb je altijd op kantoor gewerkt of werk je ook thuis? Het is een mix. Op het moment is het 2 dagen thuis, 3 dagen op kantoor. Denk je er ook over na over de veiligheid van je laptop, van je verbindingen en dat soort zaken? Ja, zeker weten. Ja, we werken met externe verbindingen en zo. Dus ja, dat is tegenwoordig met allemaal dubbele verificatie en zo. Nou, je merkt het met inloggen. Dus je kunt niet altijd zomaar ergens inloggen. Mm-hmm. Je kunt niet gebruik maken van alle netwerken. Dus openbare netwerken kun je geen gebruik van maken. In die koffiewinkel waar je graag komt, zou je daar bijvoorbeeld wel gewoon op de wifi jouw bankzaken doen? Ja, daar denk ik eigenlijk niet over na. Maar dat zou ik wel doen. En ik weet dat ik dan op een IP-adres zit waar mensen dingen kunnen afhangen. Hoe hoog staat veiligheid met betrekking tot digitale apparaat bij u in het vaandel? Ja, wel hoog, maar gemak is ook belangrijk. Je gebruikt toch vaak, denk ik, een wachtwoord wat je bij te veel verschillende omgevingen gebruikt. Zowel privé als zakelijk. Ja, absoluut. Two-step authenticator. Dus, die gebruik ik ook. Ja. Op de laptop heb ik allerlei software geïnstalleerd, VPN, et cetera. En het pasje die je moet gebruiken om in te loggen. Dus dat is allemaal afgebakend. Mm-hmm. Je kan ook niet zomaar USB-sticks gebruiken. De meeste mensen zijn zich ook bewust van de veiligheidsrisico's. Maar wat zijn de risico's nou precies? Wat deze risico's zijn, ontdekken we in een modezaak in Goes. Ondernemer Rico deelt zijn ervaringen. Ik ben Rico Nieuwenhuizen, eigenaar van Rico Moda in Goes. Met een fysieke winkel in de exclusieve herenmode en ook een online webshop. Wij zijn gehackt in april 2021. De hackers eisten een bitcoinbedrag. De tip die ik zou meegeven aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is: blijf alert. Denk niet van dit gaat mij niet overkomen, want iedereen gaat het nog een keer meemaken, daar ben ik van overtuigd. Dus zorg dat alle systemen op orde zijn, dat je personeel op de hoogte is van wat ze moeten doen of vooral wat ze niet moeten doen. En zorg dat je een backup hebt of in ieder geval experts aan boord hebt, mocht het zover zijn dat je wel hulp in je omgeving hebt. Vodafone Business. Together we can.